Kan me geen hol schelen. Alles moet toch uit. Ja. Vieze tanden. Oh ja. Dat gele tanden is ook echt een ding. Ja, met bruin en zo. Ja, meestal begin ik te stotteren bij mooie, bij mooie meisjes. Dus. U wil ik wel eens tegen de muur plakken. Oh. Schoon, doe maar. Wat vond u van mijn deelname dan? Ja, het ging even fout met verven. Dan kan dat er wel uitkomen, ja. Nou, dat was op Star Beach, Creta, op vakantie. A verven! Jongens, leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Double DTV. Ik sta vandaag in niks minder dan Antwerpen. En ik ga vandaag weer lekker de mensen vragen stellen. En vandaag is de vraag, wat zeg jij als eerste als je een jongen of een meisje ziet? Ik ben benieuwd jongens. Let's go. Yes jongens, ik zit in Antwerpen met niemand minder dan... Alex. Noah. Het is even wennen hoor, die Franse of die Belgische taal natuurlijk. Maar ik heb een hele leuke vraag voor jullie. Wat is nou iets wat jij als eerste tegen een jongen zegt als je hem tegenkomt? En je wilt hem fixen? Dat is mijn vriendje, dus niks. Wat heb jij tegen hem gezegd om hem te versieren? Hij heeft mij versierd. Oh, en wat heb jij als eerste gezegd tegen haar? Ik had gereageerd op een storytje en toegeslagen. Hè. En dan hebben we afgesproken en dan ja, van tegen kwam tender. En was het binnen één keer was het dan meteen dat je dacht, oké, dit is raak? Nee, ik heb wel moeite moeten doen. Hè. Dus een vrouw van klasse. Hè. Ja, hè, dus je bent geen makkelijk meisje? Nee, absoluut niet. Nee. En hoe lang heeft het geduurd voordat jullie echt een relatie kregen? Elk maar een maand. Een maandje, ja. Dat is ook niet lang natuurlijk. Ah, nee. Je hebt er wel voor gestreden, maar uiteindelijk... Ja, ja. Je hebt wel geluk. Als het goed zit, dan is die nog. Dan voel je dat, hè? Ja, voilà. Daar heb ik ook last van. Hebben jullie nou wel eens iets met elkaar dat jullie echt denken van... Jezus, ik vind je echt eigenlijk best wel een stommerd? Nee, nooit. Hebben jullie eens ruzie? Nee, discussies, maar de vrouw heeft altijd gelijk, toch? Is dat zo? No comment. Meestal in dit geval wel. Ja, ja, ja. En hebben jullie nog iets wat jullie samen wel eens echt zouden willen doen, wat jullie bucketlist ding staat? We gaan deze zomer naar Amalfi, dus ja, dat wou we wel doen. En ja, in de toekomst wel zien, samen gaan wonen ooit. Hè. Dus, Zou ik een keertje meedoen met Ex on the Beach? Ik niet. Nee. En jij, heb je nog iets wat je echt met hem zou willen doen, wat misschien een verrassing is? Niet zeggen. Hè, ik heb een heel leuk verjaardagscadeau voor in Amalfi, maar... Die mag je nog niet weten? Dat mag je nog niet weten, nee. Oh, dus je wordt verrast. Spannend. En hoe, hè? Hoe was het nou de allereerste keer met jullie? Hoe was het nou? Was het echt dat je echt dacht van, nu gaat het gebeuren? Hebben jullie dat gepland? Was het echt, oké, we gaan een hotel oppakken, we gaan het doen? Of was het echt gewoon, het gebeurde? Het gebeurde. En het was goed. En daarna nooit meer gestopt? Daarna was je elke dag fulltime aan het werk? Ja. Nee, top. Ik ben met niemand minder dan... Kilian. Tom. Kijk, Kilian en Tom. Jongens, ik heb een vraag voor jullie. Stel nou, je droomvrouw die loopt langs en je denkt van, oh, dit is echt mijn droomvrouw. Wat zeg jij dan als allereerst tegen haar? Tegen mijn droomvrouw? Ja, meestal begin ik te stotteren bij mooie, bij mooie meisjes. Dus word je een beetje... Stotteren? Stotteren, ja. En dan word je een beetje gespannen en dan denk je, shit, kom bijna niet meer aan mijn woorden. Maar is het dan echt dat je denkt, oké, ik wil haar echt fixen of zet je dat stotteren gewoon aan de kant? Ja, eerst even verlegen en daarna... Broek uit te gaan. Nee, meestal gewoon niks meer. Dus je laat niks meer van je horen daarna? Nou, jawel, jawel. En jij, wat zeg je als allereerst als je denkt, oké, ik wil dat meisje echt fixen. Wat zeg je dan? Mooie ogen. Mooie ogen, hè? Mooie ogen, mooi lichaam. Mooi lichaam, ook belangrijk. Dat is belangrijk, hè? Ja, dat is wel belangrijk. En wat is nou nog meer echt iets wat echt belangrijk is in een meisje voor jou? Een goede babbel. Gewoon kunnen praten. Vlot met de jongens. Ja, hè? Ja. En dat ze niet zeg maar bang is om iets te zeggen wat ze eigenlijk wel denkt. Klopt. En jij, wat is iets wat jij in een meisje echt moet zien? Spontaniteit. En ook spontaan. Spontaan en dus wel ook kunnen praten, zeg maar. Ja, absoluut. En houden jullie ook van die meisjes die dan zeg maar gewoon echt zo gaan doen alsof ze dat allemaal niet willen, maar eigenlijk ook weer wel? En dan, wat vind je daarvan dan? Arrogantie. Ja, hè? Niet goed. Vervelend. Dus dan is het al meteen, oké, ja doei, ik neem je vriendin wel. Voilà. Ja. En jij, heb je echt iets waar je op afknapt als een meisje dat doet of dat heeft of zo ruikt of zo proeft? Ja, ruiken, stinken is niet aan het... Allee, dan knap ik heel rap af. Dus ja, minder goed rieken en voor de rest, kledingstijl. Beetje nonchalant. Wel, hè? Ja, maar... Dus als ze met de halve boobies openloopt, nee, beeld eruit? Nee. Klassevol is belangrijk. Dus dat ze echt weet wat ze aan hebben, dat ze echt een leuk outfitje aan hebben en dan gewoon het totaalplaatje moet kloppen? Moet kloppen. Kijk jongens, dat was hem. Top. Dankjewel. Dusty. Dankjewel man. Yes jongens, we zitten in Antwerpen en ik ben met niemand minder dan... Helena. Hey, Helena. Hey. En jij? Mats. Ik heb een vraag voor jullie. Stel nou, jullie lopen over straat heen. Je ziet je
droomman, droomvrouw langslopen. Wat is nou iets dat je tegen zo iemand zegt dan? Als ik iemand zou zien dat ik heel leuk zou vinden, zou ik sowieso oogcontact maken. Gewoon. Begin bij oogcontact, hè? Sowieso oogcontact. Altijd. Je ogen kunnen praten, hè? Sowieso, sowieso. En jij? Wat zeg jij als eerst tegen een meisje dan? Je hebt mooie ogen. Zei dat ook tegen je vriendin? Wat heb jij gedaan de eerste keer toen je vriendin tegenkwam? Ik weet dat niet meer, jong. Ik was helemaal van de kaart. Nee, en toen zijn jullie... Dat was een padeltoernooi. Ik weet niet meer wat ik heb gezegd eigenlijk, jong. Ik was helemaal... Ja, jij was zo dronken dat ze dacht, oh ja, dat is mijn droom, man. Nee, ze wou mij niet doen. Oh, echt? Oh, ik heb 3 maanden moeite moeten doen, hè. 3 maanden. 3 maanden, oh jeetje, maar dan heb je het wel uiteindelijk gehaald. Ja, uiteindelijk wel, ja. En heb jij echt iets, wat je wel eens dat een jongen iets tegen jou hebt gezegd, dat je echt dacht van, wat zeg jij nou? Heel veel. Wat dan? Geef eens een voorbeeld. Ja, maar het is gewoon altijd zo een, ja, ik weet niet, dat is zo, altijd zo een beetje openingszin van die microfoon, zo, ket, weet ik. Dat is gewoon altijd van, oh, hé, wat is je naam? En ben ik echt van, ja, sowieso mijn naam terugzeggen en dan zijn die gewoon altijd van, wat geef je mee naar bed? Maar gewoon altijd zo frank. Direct? Direct, altijd direct. Ja, maar dan is het dan meteen klaar, toch? Ja, nee. Zou jij dat tegen een meisje zeggen, als je daar ziet van, oh, ik wil echt met jou naar bed? Nee, je moet dat rustig aanpakken. Hè. Ja. Eerlijk, gewoon zo rustig, gewoon even mee praten. Ook niet als je dronken bent? Dan kan dat er wel uitkomen, ja. Dan kan je wel eens iets zeggen waar je achteraf van achter denkt, shit, dat had ik maar niet gedaan. Dat herinner ik meestal niet meer dan. Maar oké, als je nou echt zo'n afknapper hebt, is het dan ook meteen, stel die jongen is wel heel knap. En dan heb je op een gegeven moment dat hij zoiets zegt, is het dan dat je blijft hangen of is het dan van, nee, hou op? Als hij zoiets zegt, is het sowieso no-go. Altijd, nee, sowieso. Het is gewoon zo de eerste zin dat ik zo volledig doe. Dat is het totaalplaatje toch? Daar ligt het aan. Het totaalplaatje doet echt al volledig. En dan maar nog de babbel. Als hij knap is en hij zegt zoiets, dan is het sowieso echt wel... Dan is hij niet meer knap? Nee, totaal niet, sorry. Oké, top, jullie worden bedankt. Dankjewel. Jongens, we staan weer in Antwerpen en ik ben niemand minder dan... Jasmijn. Maaike. Jasmijn en Maaike, ik heb een vraag voor jullie, hè. Stel nou, jouw droomman loopt langs. Wat is nou het allereerste wat jij tegen een jongen zegt? Ja, vraag maar eerst naar haar. Stel, hè, je droomman loopt langs. Wat is dan het allereerste wat je tegen hem zegt? Zeg je dan van, oké, mooie ogen, je ziet er leuk uit. Leuke kleding. Leuk. Of zo, weet ik veel. Zeg maar of wat is iets dat een jongen wel eens tegen jou zegt als je dan langs loopt? Wat zei je? Het is een beetje ginger geworden. Oh, hoe komt dat dan? Ja, het ging even fout met verven. Ik was eerst brunet, dat kan je hier zo nog zien. Vorig jaar? Ja. Nee, maar je hebt toch wel eens iets wat een jongen echt tegen je zegt. Dan denk je echt van, oh ja, het is eigenlijk wel echt stom dat je dit zegt, want ik vond je zo'n knappe jongen. Wat is dan iets waarvan je echt denkt... Als je een slechte openingszin gooit, dan vind ik dat wel afknappen. En wat is volgens jou een slechte openingszin dan? Nee, gewoon als je... Wat Dexter? Ja, wat zei Dexter tegen jou? Ik weet niet meer. Is dat je vriend? Nee. Ik weet niet wat hij zei. Maar vond je hem wel leuk? Ja, was wel een leuke jongen. Maar wat zei hij dan waardoor je hem niet meer leuk vindt? Nee, hij zei niet iets bepaald, maar gewoon, hij gaf niet echt, hij toonde niet echt iets interesse of zo. Hij toonde geen interesse? Nee, dacht ik, nou dan niet. Dan niet, hè, Dexter? Hey, dan niet, hè? En jij hebt echt een afknapper van jongens dat je echt denkt van, jongens, wat doen jullie eigenlijk? Ja, als ze stinken. Als ze stinken, hè? Dat is echt erg, hè? Ja, dat is heel erg. Heb je dat wel eens gehad? Ja, 1 keertje. En toen, wat deed je toen? Ja, gewoon weglopen. Gerend gewoon. Maar was je toen met hem, je had hem leren kennen in de club dan? Nee. We zijn er of je liep zo de voordeur uit? Ja, ik liep de voordeur uit. Of was ze meedoen aan Ex on the Beach, hè? Of ze meedoen aan Ex on the Beach, hè? Dat is ook gelijk de afknapper. Nee, maar heb je wel, wat is jouw grootste afknapper dan, wat je hebt meegemaakt? Ja, gewoon stink of echt versleten kleding of zo. Dat vind ik ook wel. Of vieze tanden. Nee. Vieze tanden. Oh ja. Gele tanden. Gele tanden is ook echt een ding. Ja, met bruin en zo. Ook. Ook? Ja, ook. Oh, dames, jullie zitten helemaal vol met slechte dingen. Deze zijn ook goede dingen. En wat is dan echt een goed ding? Mooie ogen. Mooie ogen en een mooie lach. Ja. En humor. Humor, ja? Ja. Heb ik niet, hoor. En jij was nou echt een pluspunt van een jongen waar jij van denkt, oké, dan ben ik, dan heb ik vlinders in mijn buik. Ja, gewoon innerlijk wel. Nou, nee. Heb je een vriend? Nee. Heb je een vriend gehad? Ja. En waar werd je echt verliefd op hem? Innerlijk wel, denk ik. Die had hij niet? Heel erg veel humor, eigenlijk. Ja, hij had niet echt humor, eigenlijk. En jij, heb jij een vriend gehad? Nee. Ook helemaal geen relaties gehad? Nee. Of wil je de vraag niet beantwoorden? Nee, ik ben eerlijk gewoon. Geen relaties gehad. Geen relaties. Sta je er wel voor open? Ja, als er een leuk iemand op mijn pad komt, dan wel. Moet hij meedoen aan Ex on the Beach? Nee. Zou jij ooit meedoen? Nee, zou jij ooit meedoen aan Ex on the Beach? Nee. En jij? Nee, ik ook niet. Oh, niet liggen, hè? Ah, nee, ik zou echt niet meedoen. En wat vind je dan van het hele programma? Wat vind je ervan als iemand het wel hebt gedaan? Ja, ik vind het wel stoer. Ik vind het wel vet, maar ik zou het zelf niet doen. Heb je wel gekeken? Ja. Ja, dat is wel leuk.
En wat vonden jullie dan, ja, even heel niet kapsoonsbloed, wat vonden jullie van mijn deelname dan? Ben ik eigenlijk wel benieuwd, heb ik eigenlijk nooit iemand gevraagd. Er viel wel veel op in de show. Hoe dan? Gewoon, ik weet niet, altijd met Sam en zo. Altijd weer haar fucken en dan weer verder gaan en dan weer terugkomen. Ja, dan weer, ja, inderdaad, met een beetje zo liep ik een beetje terug. Sam, ik mis je eigenlijk heel erg. Maar ja, ook... dan, wanneer ze weer terugkwam, dan flikt hij weer wat kut. Dus daardoor kwam jij wel veel naar voren. En jij, wat was jouw beeld ervan? Ja, ik weet eigenlijk niet echt meer. Maar ik heb laatst volgens mij een podcast geluisterd. Daar zit je... Hete Uren. Ja, die. Oh, Hete Uren, jongens. Ja, hij duurt wel echt heel erg lang. En wat vond je daarvan dan? Ik heb geduld voor, eigenlijk. Heb je wel helemaal afgekeken? Nee, voor de helft. Alleen de kleine stukjes? Ja. Waar het over seks gaat? Wat? Waar het over seks gaat? Ja, ja, ja. Overal. Als jij geen woordje seks hoorde, dan dacht je nee, uitzetten. Ja, precies. Dan dacht ik, dan ga ik wel naar Broers. De Broers podcast. Komt ook... Ja. Ook binnenkort op de lijst. Daarom. Top. Dit was hem weer, dames. Dank jullie wel. Jongens, we staan weer in Antwerpen en ik ben met niemand minder dan... Charlotte. Lisanne. Kijk, Charlotte en Lisanne. Ik heb een vraag voor jullie. Stel nou, je droomman komt langsgelopen. Wat is nou het allereerste wat je tegen zo iemand zegt? Niks, want hij mag iets tegen mij zeggen. En wat heb je dan het liefst dat een jongen tegen jou zegt? Of wat heb je meegemaakt? Wat heeft je vriend tegen jou gezegd? Ja, wat heb je ook weer gezegd? Het was op Tinder, dus dat is wat anders. Maar ik weet wel wat ik toen heb gezegd, want ik wilde wel een beetje opvallen. Want ik val nogal op legertypetjes. Dat vind ik gewoon sexy. Dus ik zag dat hij bij het leger werkte. Dus toen begon ik iets met hey, luitenant. En ik denk, dat valt lekker op. Dus hij dacht, dat is spannend. Ah, sinds wanneer noemen mensen me zo als ik niet op het werk ben? Dus... Oh, en jij, heb je wel eens iets meegemaakt waarvan je echt dacht, oké, ja, dit heb ik wel eens tegen een jongen gezegd of tegen jou? Nou, niet dat ik zo even 1, 2, 3 kan herinneren. Maar ik ben natuurlijk al, 11 jaar bij dezelfde of zo. Dus ik ben niet echt meer zo. Hoe ben je met hem verliefd geraakt op hem dan? Nou, dat was op Star Beach, Creta, op vakantie. En nog steeds bij elkaar. Dus Ogerso. Het was eigenlijk als de feesttijd. En toen zijn de feesttijd, ja. Gewoon samen dansen en gewoon een beetje elkaars ogen kijken. En ja. En toen was het raak? Ja. Zo kan het ook. Ja. Heb je nou wel eens iets gehad dat een jongen dan in verleden tijd, in 30 jaar terug. Ja. Heb je dan wel eens gehad dat je echt een jongen naar je toe kwam en dat je echt dacht, ja... Wat zeg je eigenlijk? Nou. Of iets heel geks meegemaakt of een afknapper? Dat zou best wel kunnen, maar ik weet het allemaal niet meer, joh. En wat is echt een afknapper in jouw ogen? Een afknapper. Als iemand iets zegt. Of ruikt of iets. Ja, nou ja, dat. Dat mag niet stinken. Nee, niet stinken. Gewoon, ja. Ja. Gewoon een totaalplaatje moet gewoon kloppen. Ja, klopt. Dat eigenlijk meer, ja, totaal. En jij, wat is echt een afknapper voor jou? Ik hou überhaupt niet van die cheesy pick-up lines, zeg maar. Wees lekker jezelf. Ja. En zeg gewoon iets wat je wil, maar niet iets wat voor ingestudeerd is. Want dan denk ik echt, fout. Ja, je hebt ook wel eens van die mensen die dan... dat is eigenlijk vooral meisjes die dan zeggen dat ze iets eigenlijk wel... Of net, ze zeggen het niet, maar ze willen het wel. En dat ze dan zeg maar een heel ander persoon zijn dan ze eigenlijk zijn. Ja, daar kan ik heel slecht tegen. Dat is vervelend. Hè? Heel erg, ja. Je kan beter gewoon zeggen hoe het zit en wat je wil. Ja, niet rond de pot draaien. Wees jezelf. Doe normaal. Dat is veel leuker. En als je natuurlijk in het leger zit. Dat is ook heel leuk. En vooral zo'n uniform. En dan... Oh, luitenant, wat doe je nou? Ja. Zoiets, ja. Top, dankjewel. Ik ben met niemand minder dan... Eline? Ja. Eline, luister, ik heb een vraag voor jou, hè. Stel nou, jouw droomman komt langsgelopen. Wat is nou het allereerste wat je tegen zo'n jongen zegt? Of wat heb je het liefst wat hij zegt? Wat is het beste compliment dat je ooit hebt gehad? Ja, wil ik wel eens tegen de muur plakken. Oh. En wat zei jij er toen op? Schoon, doe maar. En toen heb je vies gedaan? Vies gekeken, zo. Oeh, je hebt wel hele mooie ogen trouwens. Dankjewel. Jeetje, Mina. Dat zou ik dus tegen jou zeggen. Ah, oh, dankjewel. Als jij voorbij zou lopen, zou ik zeggen, oh, wat heb je nog mooie ogen. Heb je wel eens gehad dat een jongen iets tegen je zei waarvan je echt dacht van jeetje, dat is echt heel stom? Dat is helemaal gevallen. Oh, nee. Voor jou dan? Nee. Dat kan gewoon niet. Nee. En wat is nou voor jou de allergrootste afknapper bij een jongen? Dus dat. Hè? Ja. Wat? Te veel gedronken, te veel. Oh, te dronken? Ja, te dronken. En wat nou als een jongen echt heel knap is, echt jouw droomman, maar hij stinkt? Maar wat nou? Nee, maar luister, kijk. Stel, jouw droomman loopt langs, hè? Ja, dat is echt jouw toppertje, dan zeg je alles wat je nodig hebt, maar hij heeft gele tanden. Oh, nee. Ja, hè? Nee, sorry. Oké, en dan hebben we nog eentje. En wat nou als hij gewoon niet lekker ruikt? Nee. Ook niet, hè? Oké, andere vraag. En wat nou als hij super knap is en hij heeft de kledingstijl wat jij echt leuk vindt, maar andere mensen echt niet? Dan moet je een hol schelen. Alles moet toch uit? Ja. Hey. Jongens, waar ben ik beland? Antwerpen is lijf. Antwerpen! Dus komt die aan de tip.
proberen, mannen.